Ik heb er nog maar 3. Ik wou 40 doen. Sorry, ik heb er nog maar 3. We doen het als volgt. Ik schiet zo meteen 3 negerzoenen de zaal in. Jee, wat knap! Geen paniek, ik ren zelf de zaal in en ik vang die 9 zoenen in mijn mond op. Jee, hoe doe je dat? De 9 zoenen, ja! Oh god, oh god, oh god. Alles, oh, het kleeft een beetje, gadverdamme. Momentje, ah, Gert, ze zijn een beetje stuk, sorry. Oh, Gert, nou, ik kom eraan, ik denk, ik kom eraan, ik vang ze zelf op. Oh, sorry! 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 Oh god, hij is stuk, hij is stuk! Sorry! Oh god, oh god, oh god. Oh! Ik heb ons als Kimmy nog van die vent, hè? Die reden de hele tijd te scrappen en te scrappen en te scrappen. En te gekjoen erbij. En het enige, maar dat ik het enige dat je krijgt is tank. Dat is een negertuut van Aarsjes. Een koer die vent wil finaal in een plasjesluit wezen. En ik zal je nou vertellen, het is dat ik net zonder die peer rottige rot zitten van die zielige Grijslander ken. Maar ooit, hè, dat ik ook naar de huis sta te keersen of de ijsziekien of weet ik het net. Godverdomme, nou, daar ben ik echt een godsamme, wat een sfeer opeens, hè. Bind hem maar even vast. Peter, Jos, doe maar even prop in zijn mond. Bind hem maar even vast. Kunnen leren, oh, een hele sfeer verziekt. Ging het zo leuk en dan toch weer die vriezen. Oh, oh. Als er ook geen ijs ligt. Godsamme, jammer hoor. Oh. Ja, ik zit ermee, hè. Ik bedoel, je vraagt zo'n kleintje bij Foster Paris Planner, staan hij voor de deur. Ja, er wordt aangebeld. Ik doe open, staan hij voor de deur. Ik zeg, wat kom jij doen? Ja, ik ben van Fiesta Pjörnespjörn. Ja. God, kleren nog aan toe. Het is vanaf dinsdag al een beetje spanning, hoor. Dinsdag, we kwamen dinsdag uit Brabant terug. En toen begon de spanning een beetje. We kwamen vlak buiten Tilburg. Er stond een enorme Albert Heijn. Enorme Albert Heijn daar zo even buiten Tilburg. Ik zeg tegen Pieter, gooi de auto hiermee van de weg af. Doen we daar even boodschappen voor de voorstellingen in Groningen. 9 zoenen moeten we kopen. We moeten ciderflessen kopen. Ik zeg, gooi die auto hier maar even van de weg af. Hij drukte hem ook dwars door die vangrail. Ik zeg, bij een afrit. Hoe heet dat in het Fries? Een jufriet. Ik zeg, nou... Je komt er nog op een jobriet. Ja, maar sklitske blaakje, wil. En ze doet er niet toe, reken er morgen wel af. Zet die auto maar in de parkeerplaats hier bij die Albert Heijn. Er staat een parkeermeter, hoeveel gulden heb je? 3 gulden. Ik zet 3 gulden in die piakiermeter. Nou. En ik doe net niet gulden in die piakiermeter. Dat doe je wel. 3 gulden, hij die 3 gulden in die parkeermeter. Hij achter mij naar die Albert Heijn. Hartstikke pissig. En die kut Albert Heijn en kut verdummes. Ben je niet Albert? Ik zeg, Pieter, parkeer maar een karretje. Moest er in die karretje ook nog gulden. Pieter bij die karretjes. En Martle Heen, God, kleel, hagel, ja. Dat hoort die bedrijfsleider van de Albert Heijn in Tilburg. Die hoort dat, want die loopt op ons af en die zegt tegen ons. Heel, heel, wat gebeurt er? Wat is... Wat is er aan de hand? En daarom maakt die bedrijfsleider de fout van zijn leven. Hij lacht Pieter uit. Pieter pakt die man bij zijn top 40 oren. En hij prijst die man toch af? Oh. Ik zeg, Pieter, we gaan hier, we gaan verder. Dit wordt helemaal niks, dit wordt ruzie. Ik zeg, gaan we naar de broodafdeling, gaan wij naar de broodafdeling. Ik zeg, Pieter, pak jij maar een paar bolletjes. Dan ga ik even in de rij voor een halfje bruin. Nou, zitten die bolletjes bij de Albert Heijn vaak, daar dus wel, in plastic bakken. Zo'n plastic bak doe je open en je pakt een tang. Dan pak je zo'n bolletje uit zo'n bak, in zo'n plastic zakje, groen dingetje eromheen. Klote systeem wil iets. Die bollen flip uit die tang, de maasaakje schiet hier voor de hersens. Die klep valt dicht, je bloed half dood bij je pols. Wil ik. Dus Pieter pakt die tang, flikkert die tang door die Albert Heijn. Tegen die bedrijfsleider aan, man, helemaal open van opzij. Detail, maar niet leuk. Jot, jot, en nou. En daarop maakt Pieter zo'n bak open. En hij pakt zo'n bolletje niet met een tang, nee, met een hand. Niet met een tang, met de hand. Dat wordt gezien door zo'n marsmeijermokkel van de Albert Heijn in Tilburg. Want die loopt op Pieter af en die zegt tegen Pieter... Hé, meneer, stel voor iedereen die met de handen aan zit. Maar Pieter zegt, juffrouw, ik eet ze toch zelf op. Ik eet ze toch zelf op. Ik kom dan met mijn handen aan, maar ik neem ze op in huis, komt verder niemand aan. Ja, maar het zou wel niet zijn als iedereen eraan staat.
En Pieter zegt, juffrouw nogmaals. En Pieter bedenkt zich ook niet. En Pieter pist over al die bol heen. Die hele Friese slinger. Hola. De mazaad, de sesam, de krentenbol. Overal gaat die Pinocchio in. En hij zegt, ik neem ze allemaal. Dat is maar goed ook. En nog goed dat die klep niet dicht viel. Jongen. En het ging ook allemaal weer zo langzaam. We zitten weer in de auto. Zei Pieter, ik moet nog even naar het station. Iemand jipt jullie. Op een station iemand ophalen is dat. Ik zei, doe dat rode jasje dan uit op het station, op dat perron. Want iedereen denkt dat je conducteur bent met dat jasje aan. Nee, ik hou mijn jasje heel erg aan. Nou, ik zei, hou dat jasje maar aan, loop het perron maar eens op. Kom direct de man op hem af. Op Pieter af. Meneer de conducteur! Wat is het, Pieter? Waar gaat die trein naartoe? Welke trein? Die trein! Wat staat erop? Amsterdam! Dan zal het wel de trein naar Pakistan zijn. Hebben ze voor geen bordje aan. En nou van mijn bron af. Opgezonden met het. En Pieter loopt het station uit. Daar staat een man van het leger des heils. En die vroeg een gulden aan Pieter. En toen was het knak bij Pieter. Geestelijk helemaal erdoor. Hij drukt iemand dwars door die accordeon. Vreselijk. Als ze bij de Heer zijn. Oeh, wat was die man er dichtbij. Oh. Ja, echt. Nee, dat was die man er niet bij. Vreselijk.